Hoi en welkom bij weer een gloednieuwe Let's Play Wednesday. Vandaag staat er iets geweldig leuks op ons te wachten. Ik ga namelijk voor het allereerst Star Stable spelen. Eindelijk! Zoveel van jullie hebben hier om gevraagd en ik kan niet wachten om het te proberen. Maar voordat we gaan beginnen heb ik nog wel een hele leuke challenge voor jou. Namelijk om deze video een dikke vette duim omhoog te geven, maar dan binnen 3 seconden. Ik moet er natuurlijk niet al te veel over zeggen, want dan krijg je te veel voorbereidingstijd. Dus gaat het je lukken? 3, 2, 1. Woe! Ik ben benieuwd. Oh, dat is wel heel erg spannend. En dan is het nu natuurlijk tijd om te beginnen met de game. Maar voordat we het spel kunnen openen, moeten we nog wel eventjes een account aanmaken en het installeren. En deze video is in betaalde samenwerking met Star Stable. Dus ik ga je laten zien hoe je dit account kunt aanmaken. Het is heel erg simpel en het is echt een super leuk proces. Als je naar de Star Stable website gaat of via de link in de beschrijving hieronder mijn video, dan kom je op dit scherm terecht. En hier kun je dus je account en je karakter aanmaken en ook je paard. Want dit spel gaat voornamelijk over paarden en paardenliefde. Hier rechts heb je een aantal dingetjes. Dus hierboven kun je bijvoorbeeld je naam gaan uitkiezen. Nou, mijn naam Jamila staat er niet in, maar ik vind Olivia heel erg leuk. En ook de naam van je paard. Nou, ik heb voor Pixel Dash gekozen, want ik vond dat wel heel erg leuk. Maar er zijn zoveel andere combinaties die echt super leuk zijn om te maken. Dus wees gewoon lekker creatief. Vervolgens kun je al beginnen met het maken van je karaktertje. Dus als deze misschien niet helemaal op je lijkt, dan kun je ervoor zorgen dat hij wel op je lijkt. Of misschien op iets waar je graag op zou willen lijken. Nou, ik vind haar nog niet zo heel erg op mij lijken. Dus ik ga even iets anders uitkiezen. Ja, dat is cute. En hier heb je het haarmenu. En nou ja, ik heb natuurlijk bruin haar en lang haar. Ja, helemaal goed. Je kunt haar zo omdraaien, zodat je kunt zien of het helemaal goed staat vanaf alle kanten. Deze staartjes zijn ook wel heel erg schattig. Nee, maar ik ga voor het lange haar. Vervolgens heb je dan make-up. Je kunt van alles kiezen wat je zelf leuk vindt. Ik vind een neutrale look wel mooi. En oogkleur natuurlijk. En ja, nou, ik heb bruine ogen, dus daar klik ik op. Als je helemaal klaar bent met jouw eigen hoofd, dan kun je doorgaan naar het paard. En dit is zo leuk. Oh, het ziet er echt heel erg schattig uit. Dit is Pixel Dash. Of nou, eigenlijk nog niet. Want ik denk dat ik hem wel ga veranderen. Even kijken. Oeh. Oh, een wit paard. Lijkt wel heel erg op een unicorn. Dat is wel super gaaf. Maar ik vind het bruine paarden ook wel heel mooi. Ah ja, ja, ja. Ik ga voor deze. En ook nog eventjes de haarkleuren veranderen. Oh, ik ben nu helemaal verliefd. Ja, oh, super cute. Nou, dit ziet er echt geweldig uit. Wat een prachtig team. Dus hier ga ik voor. Daar ben ik tevreden mee. En het enige wat ik dan nu nog hoef te doen is nog eventjes mijn e-mailadres in te typen, een wachtwoord aan te maken en mijn geboortedatum aan te geven. Dan klik je op word lid en op die manier wordt je account aangemaakt. Nou, hou wel in gedachten dat dit spel alleen op de computer te spelen is. Je kan je account wel vanaf deze website aanmaken, vanaf je telefoon of je iPad, maar zodra je dat hebt gedaan, ren dan heel erg snel naar je computer om het spel te downloaden en te installeren, want dan kun je hem op je computer spelen. Yes, we zijn nu binnen in het spel op de computer en het ziet er zo prachtig en mooi uit. En zoals je kunt zien ben ik niet de enige hier op een paard. Nee, er zijn een heleboel verschillende paarden en verschillende spelers. Dit is namelijk een online multiplayer game. En dit spel is vol met paarden, vriendschap en avontuur. En je zult je misschien wel afvragen, hey, kan ik dit spel gewoon zomaar downloaden en spelen? Ja, want je kan het tot aan level 5 helemaal gratis spelen en uitproberen. En omdat het dus online is, kun je ook je vrienden uitnodigen en kunnen jullie samen quests en challenges doen. We zijn op het eiland genaamd Jorvik en op dit moment zitten we in een dorpje genaamd Moorland. Wacht, ik zal eventjes de plattegrond erbij halen. Kijk, hier is Moorland en er zijn nog zo ontzettend veel andere dingen die je kunt ontdekken. Ik ben er nog lang niet geweest, want dit is gigantisch en er is zoveel te doen. Dus dat betekent dat het echt een heel groot platform is waar superveel avonturen te beleven zijn. En waarop je dus natuurlijk ook allemaal spelers vanuit de hele wereld kunt ontmoeten. En wat kunnen we nou allemaal doen hier zo? Zoals je kunt zien zijn er soms van die uitroeptekens. We hebben gele uitroeptekens en dat zijn missies. En die brengen het verhaal steeds voort. En we hebben ook die blauwe uitroeptekens. En dat zijn dagelijkse challenges die je kunt doen. We hebben hier zo Maya met een geel uitroepteken. Laten we gewoon eventjes op haar klikken en kijken wat ze precies wil. Maya. Ze heeft twee verschillende challenges. Laten we klikken op het tijd om te gaan winkelen. Hoe gaat het, Olivia? Ben je al in onze leuke winkels geweest? Wat? Nog niet? Je moet er echt eventjes heen om te zien welke prachtige spullen ze er verkopen. Oké, nou dat gaat redelijk makkelijk zijn, denk ik. Gewoon eventjes een paar shops ontdekken. En op dit moment kan ik dan kiezen of ik het wel of niet zal accepteren. Nou, ik ga het accepteren en dan gaan we op zoek naar de winkels. Hier zo in mijn kleine plattegrondje kan ik zien waar de winkels precies zijn. Maar ik weet dat toevallig ook wel, want het is niet een heel erg groot dorpje. Zoals je kunt zien zijn hier de winkels. Oh, hier zie ik een shirt. Ik gok dat dat de kledingwinkel is dan natuurlijk. Dus ik ga even met deze meneer praten. Woe! Ah, en nu staat er dat ik in de kledingwinkel ben geweest. En dan kunnen we natuurlijk kijken wat er allemaal is. Oh, zoveel leuke kleding die je kunt kopen. Misschien heb ik wel een mooie nieuwe hoed nodig. Oeh, kijk, en ik heb zo'n ontzettend mooi en leuk groen shirtje. Dat deze groene hoed er wel heel goed op zal passen. Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga hem kopen. Ja! Wil je deze hoed kopen? Yes! Go! Oké, dat is heel erg leuk. Maar dan gaan we nu naar de uitrustingswinkel. Want dit is dan voor dingetjes voor je paard. Ik ben benieuwd wat ze hier hebben. Oh, leuk! Oh, ze hebben allemaal zadels en sokjes voor je paard. Oh, ik wil heel erg graag dat mijn paard met me matcht. Dus ik denk dat deze groene sokjes wel leuk zouden staan. En ik druk op koop. Ik ben er helemaal blij mee. Maar we hebben in ieder geval alle winkels bezocht. Dus we kunnen nu teruggaan naar onze vriendin. Om te kijken wat ze dan te zeggen heeft. Hallo Maya! Tijd om te gaan winkelen, dat was mijn missie. En ze zegt, dat was leuk hè. Blijf werken aan je reputatie bij Moorland. Dan zal je snel fantastische uitrustingen en kleding kunnen kopen. Nou, ik vind het geweldig. Ik heb op dit moment dus gewoon een missie voltooid. En ik ben helemaal trots op mezelf. Dus schouderklopje, schouderklopje. Yes. Goed, ik ben al wel een klein beetje bekend met Moorland. Maar nog niet met de rest. Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat er nog meer te doen is. Hier kunnen we gaan racen. Dus ik druk eventjes op dit bord. Zo. En dan kan ik gaan racen om mijn highscore te verbeteren. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb het 1 keertje geprobeerd. Maar ik ben natuurlijk nog niet zo heel erg snel. Ik ga in ieder geval mijn best doen, jongens. Go, 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 go. Begin. Ja! Hij gaat super, super snel. Oh, oh, dit ziet er zo prachtig uit. Wauw. Kijk, daarachter is een kasteel. En je hebt hier een heel erg mooi uitzicht. Oh, ik moet wel eventjes focussen op de race. Want ik moet natuurlijk wel mijn highscore verbeteren. Ah! Volgens mij zijn we bijna bij het einde. Oh, dit is best wel een stelstuk zo naar beneden. Let's go, let's go. Jamila, kom op, kom op. Snel het bochtje om. En gaat het me lukken, gaat het me lukken? Nee, wachten we. En ja! Gefeliciteerd, je hebt een persoonlijk record bereikt. Yes! Oh, wat ben ik trots op mezelf. Oh, eigenlijk ben ik heel erg trots op mijn paard. Want die heeft het vooral heel erg goed gedaan. We kunnen ook nog een klein beetje dit gebied gaan ontdekken. Oh, hier hebben we Jasper. Misschien moeten we even kijken wat hij precies wil. Jonge dame, zou je een oude Noorse man een plezier willen doen? Ja, natuurlijk. Zou je deze oude brieven samen met dit amulet aan Justin willen geven? Ze zijn nog van mijn moeder Catherine geweest. Het is maar een klein gebaar, maar het is tenminste een begin om 20 jaar van verbittering te herstellen. Oh jeetje, Jasper had waarschijnlijk niet zo'n hele goede band met Justin. Dus, dat geeft niet Jasper, we gaan je helpen. We gaan op zoek naar Justin en ik weet precies waar dat is. Namelijk in Moorland. Nou oké, misschien weet ik het niet helemaal precies. En trouwens, vind je deze game nou zo ongelooflijk leuk dat je denkt van... Ja, dit wil ik ook proberen. Dan kun je natuurlijk een account aanmaken via de link in de beschrijving hieronder deze video. En het is niet zomaar een link. Je krijgt via mijn link exclusief 1 week aan Star Rider Time. Dus dat betekent natuurlijk nog wel dat het spel gratis is om te spelen. Maar op deze manier krijg je nog eventjes 1 week aan premium. Omdat je dan kunt kijken wat er allemaal te doen is. En onthoud natuurlijk ook, dit spel is alleen maar te spelen op de computer. Dus je kunt het ook alleen maar downloaden op de computer. Nou, we zijn aangekomen bij Justin. Hallo Justin, ik ga eventjes met je kletsen. Oh, Olivia, je hebt geen idee hoe blij ik hiermee ben. Deze ruzie heeft al veel te lang geduurd, maar is nu gelukkig ten einde. En dat is allemaal aan jou te danken. Oh, hij is echt heel erg lief. En dit ziet er ook zo mooi uit. Moorland ziet eruit als echt een geweldig leuk dorpje. Maar ik word ook wel heel erg nieuwsgierig naar wat er allemaal nog meer te doen is in het spel. Oh, hier is een kat. Hallo. En die kat heeft ook een uitroepteken boven zijn hoofd. Nou, ik ga er meteen mee praten, want ik ben wel benieuwd naar wat hij te zeggen heeft. Een rode poes komt naar je toe. Ze miauwt heel zielig en maakt een verloren en angstige indruk. Oh nee, ze heeft iets om haar nek. Kijk maar even goed wat het is. Oh, oké. Een verdwaald poesje, Missy. Ja, ik neem het wel eventjes aan. En dan ben ik wel heel erg benieuwd naar wat er om haar nek zit. Oeh, lijkt wel een halsbandje. Ik ben er nu aan het inspecteren. Je ziet dat er een briefje aan haar halsbandje vast zit. Er staat, ik heet Doortje. Breng me terug naar Fort Pinta, anders maakt mijn vrouwtje zich zorgen. Oh. Oké, nou dan gaan we dat zeker en absoluut doen natuurlijk. Ik heb Doortje nu volgens mij in mijn rugzak zitten. Oké, de kat zit in mijn rugzak. Helemaal top. En dan ga ik terug mijn paardje op. Zo. Ik moet eventjes de plattegrond erbij halen en kijken waar Fort Pinta is. Oh ja, hier is het. Ik ga hier zo langs op dit paadje. En dan kom ik nu aan bij het hele grote pad. Oeh, die vuurtoren. Geweldig, jongens. Er zijn zoveel dingen te ontdekken. En ik denk dat dit misschien wel mijn favoriete gedeelte is. Waar je gewoon lekker op je paard kunt gaan rijden. En dat is natuurlijk waar paardrijden helemaal om gaat. En kan ik trouwens even springen? Ik ga het proberen. Oh, yes! Oh, ik schrok ervan. Wacht, ik wil ergens overheen springen. Gaat dat lukken? Ik ga over dit hek heen springen. Kijken of ik het kan. En go! Oh, nee. Oh, sorry. Sorry, lief paardje. Volgens mij heb ik het per ongeluk een beetje aangeraakt, het hek. Maar ik zie hier Fort Pinta. Yes! Let's go, let's go, let's go. Ik ga toch stiekem hier eventjes een kleine sprong maken. Woehoe. Gewoon een sprong van geluk. Wow. Oh, we zijn ook echt oprecht in een fort. Kijk nou. Het is ook helemaal feestelijk aangekleed en zo. En mooie lampjes. We moeten op zoek gaan naar het baasje van Doortje. Want die is waarschijnlijk wel echt heel erg bezorgd. Weet je wat? Ik ga eventjes van mijn paard af. Oh, ik denk dat ik het misschien wel weet. Ze is waarschijnlijk hier in de dierenwinkel. Oh, ze zit hiervoor. Yes! Hallo. Wow, ze is wel echt een kattenmens. Hallo mevrouw. Ik ga eventjes met haar praten. Wat fijn dat je haar hebt gevonden. Ach, mijn lieve Doortje. Ik heb je ontzettend gemist. Oh, ik heb Doortje aan haar teruggegeven, jongens. Heel erg bedankt dat je haar hebt gevonden. En jij? Denk maar niet dat ik je ooit nog uit het oog verlies. Ja, kleine deugniet. Oh, ik dacht dat ze het tegen mij had, maar ze had het tegen Doortje. Ik ga meteen de dierenwinkel in. Laten we gewoon eventjes kijken of we een kat kunnen adopteren. Oh, dit is zo schattig. Dit is zo schattig. We hebben konijntjes, we hebben katten. En we hebben hier ook hondjes. Ja, er zijn zoveel katten hier. Wow, super schattig, jongens. We kunnen dus konijntjes adopteren. We kunnen hondjes adopteren. En katten. En deze lijkt ontzettend veel op Doortje. Ik ga het doen. Ik heb bij deze besloten dat ik een kat ga adopteren. Ja, let's do it. Ik ga meteen naar buiten om te kijken of ik mijn kat in een tasje kan stoppen. En die zit dan natuurlijk aan de andere kant van het paard. Ja, hier zo. En dan ga ik de kat erin stoppen. Ja! Oh, dit is zo leuk. Oh, ik ben helemaal fan van dit spel. Niet alleen omdat er paarden in zitten, maar ook een kat die heel lief aan het gapen was. En nu dat we in Fort Pinta zijn, zijn er ook nog andere dingen die we kunnen doen. Want dit staat volgens mij heel erg bekend. Ik ren er bijna langs om hun paarden. Kijk nou eens eventjes. Oh, ik moet er eventjes langs lopen hoor, jongens. Kijk naar hoe ongelooflijk mooi deze eruit ziet. Dit is een amber mane. Wow. En wat is deze dan? Deze paard met stipjes is ook zo schattig. Een Clydesdale. Er zijn een heleboel verschillende. En dit zijn er nog maar een paar. Een paard. Ha. Maar dit is dus het paardengedeelte. Hier zijn er nog meer. Hier is een stal. Dus dit is echt gewoon waar ze de paarden verzorgen. Oeh, wordt zo over me heen gesprongen. Hier zijn nog meer paardenrassen. Wow. Nou, als ik ontzettend veel geld heb verzameld, dan kan ik waarschijnlijk wel een nieuwe kopen. En die kan ik dan in mijn stal zetten en af en toe uitwisselen met welk paard ik ga rijden. En over de stal gesproken, ik wil nu eventjes terug naar mijn stal, want ik moet nog echt iets laten zien wat ik ontzettend leuk vind om te doen. Oké, we zijn weer terug aangekomen in Moorland. En dan ga ik nu hier zo mijn stal in. Dat is hier. Let's go. Oh, kijk naar hoe prachtig het is. We gaan hier zo een stalletje in. En dan ga ik eventjes van mijn paard af. Want, wat is het hebben van een paard nou als je het niet kan verzorgen? Dus, oh Pixel Dash, wat ben je mooi. Ik klik op haar hoofd en dan heb je hier een menu met allemaal dingen die je kan doen. Allereerst kan je natuurlijk het paard bestijgen of het paard aaien. En dat ga ik nu eventjes doen, want dat vind ik gewoon echt heel erg leuk om te doen. Oh, ik krijg allemaal hartjes van haar. Oké, dan kunnen we ook de hoeven uitkrabben. En dat is heel erg belangrijk voor het comfort van het paard natuurlijk. Daar ben ben ik er flink eventjes mee bezig. Woei! En vervolgens kunnen we ook het paardje voeren of water geven of borstelen. Nou, ik ga nog eventjes borstelen, want ik denk dat ze wel genoeg gegeten en gedronken heeft vandaag. En als ik daarmee klaar ben, dan kan ik weer mijn paard bestijgen en natuurlijk de stal uitgaan. En dit kan je met al je paarden doen. Dus al deze stalletjes, daar kun je paarden in zetten. Kijk eens eventjes naar hoe ongelooflijk feestelijk dit gebied is, jongen. Zo, volgens mij is er iets met het spel waardoor dit helemaal zo paars, zwart en roze is. En, oh, hier is Madison met een blauw pijltje. Dus ik ga gewoon eventjes tegen haar praten, want het ziet er leuk en gezellig uit. Ik ben officier Madison Hightower, klaar om met de eenheid eenhoorns op patrouille te gaan. Kapitein, teleporteer me naar je ruimtepaard, dan verkennen we samen het heelal. Accepteer je deze missie, vrij rijden met Madison. Veel plezier met je rit en met Madison, er zijn geen doelen. Breng haar terug naar haar familie bij het verjaardagsfeest als je rit erop zit. Nou, dat lijkt me wel heel erg leuk om te doen. Ja, kom, we gaan Madison een heel erg tof ritje geven, zodat ze lekker in haar fantasiewereld kan denken dat ze op een ruimte-unicorn zit. Het zal wel. Even kijken, wat is een leuk pad om te nemen? Hoi! We gaan gewoon hier langs. Oh, dat water. Oh, dat ziet er prachtig uit, jongens. Welke kant moet ik op? Misschien deze kant. Oh, ik moet springen. Ik moet springen. Ik moet springen. Oei. Oh, gelukkig. Ik heb het gehaald. Ik heb het gehaald. Oké, helemaal top. Oh, hier zijn nog meer sprongen. Ja, dat gaat heel erg lastig worden. Maar, wow, ik doe dit echt vet goed, jongens. Ik bedoel, mijn paard doet dit echt vet goed. We moeten Madison natuurlijk niet al te lang weghouden van haar familie. Dus misschien is het weer tijd. Oh, wat gebeurt hier? Oh, ik heb een... Wat is dat? Een ster. Wow, wacht eventjes hoor, jongens. Zien jullie die ster? Ik ga het even pakken. Zo. En dan springen. En ik pak mijn ster. Go. Ja, je hebt een ster gevonden. Nou, ik weet niet wat het precies doet, maar het is vast wel heel erg belangrijk. Ha, we zijn weer terug aangekomen bij home base. Wauw, dit was wel echt een ritje, hè, Madison? Vond je het leuk? Ja, vast wel. Ik weet het niet. Het zegt niet zoveel. Nou, dat was me toch wel eventjes een vrij ritjes missie. Ik vond het heel erg leuk om te doen. En ik denk dat we daarmee ook wel een beetje het spel kunnen afronden. Want jongens, er is zo ongelooflijk veel te doen in dit spel, zoals je kunt zien. En nogmaals, ik haal eventjes de plattegrond erbij. Zoals je kunt zien hebben we nog echt maar dit gedeelte ontdekt. En dit is de hele plattegrond. Dus er is zoveel meer te doen. Dus dat betekent dat ik dit spel sowieso 2 duimpjes omhoog geef. Want het is helemaal en hartstikke geslaagd. Yes, als je dit gedeelte van de video ziet, dat betekent dat je hem helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En onthoud natuurlijk dat er in de beschrijving onder deze video een link staat waarmee je 1 week exclusieve Star Rider tijd kunt krijgen. En onthoud ook zeker dat het spel alleen maar te spelen is op de computer. Dus je kunt nu je account aanmaken en ren dan meteen naar je computer om Star Stable te installeren en te spelen. Want het is ongelooflijk leuk. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!